Baba achtervolgden de 40 rovers tot aan dit kleine meer midden in de bergen. En hier, in dit kleine meer, was ergens een onderaardse grotingang verstopt, waarin de 40 rovers met de schat van de sultan van Bagdad verdwenen waren. Alleen door een toverspreuk kon je deze ingang openen. Maar jammer genoeg had niemand van hun verstaan wat de toverspreuk was. Ik ben aan het einde, ik weet niks meer, geen woord meer. Ik ook niet. Ik ben moe, hongerig, helemaal buiten adem. Nou zeg, alles doet me pijn. Ik ben zo hees als een verdronken domme vogel. Wat? Met die verdronken domme vogel bedoel je mij toch zeker niet, hoop ik, hè? Nee, Sheila, natuurlijk niet. Wind je niet zo op. Ik blijf hier zitten tot die rovers terugkomen. En wat zal er dan voor die dag komen? Ik probeer ze dan af te luisteren zoals we dat gisteren gedaan hebben. Sesam! Het was Sesam! Haha, wel nee. Sesam, dat was het helemaal niet. Het klonk heel anders. Meer zoiets als bananen. Nee, bananen was het zeker niet. Het was echt Sesam. Sesam, open nu! Haha, niets. Al denk je misschien dat je heel slim bent. Simba, hartelijk geluk gewenst. Je hebt gewonnen. Ongelooflijk, Sinbad. Sinbad, ik ben heel erg trots op je. Donker. Het lijkt wel een sprookje. Maar het is geen sprookje. Dat kunnen toch onmogelijk allemaal edelstenen zijn? Dat kan toch niet allemaal goud zijn? Dat kan toch niet werkelijk waar zijn? Pas maar op dat de rovers niet terugkomen. Laten we nou eindelijk iets doen. Vlug, pak mee. Ja, natuurlijk, Sheila. Je hebt gelijk. Ik zou wel eens willen weten wat er in deze dingen zit. Nog meer goud. Dit is het mooiste wat ik ooit gezien heb. Sinbad, nu zijn we rijker dan de rijkste koning van het oosten. Zeg eens, wat denk je eigenlijk wel dat je hier op de zomerfeest in Bagdad bent? Houd toch op met dat kletsen en ga aan het werk. Je wilt toch het gestolen geld teruggeven? Ach, het zal toch niet verboden zijn om een beetje te dagdromen? Het is zo mooi hier. Ja, dat is het zeker. Maar vooruit, Alibaba, laten we beginnen met het weg te slepen. Niet alles, Sinbad. Alleen wat ze van de sultan gestolen hebben, dat ander is niet van ons. Van de rovers is het ook niet. Ze hebben het zelf ook ergens gestolen. Ik zal eens wat zeggen. Ik neem alles wat ik dragen kan mee. Dat zal niet zoveel zijn, Sinbad. Til de zak maar eens op. Die is al heel zwaar. Maak je daar maar geen zorgen over. Dat regel ik wel. Wat? Willen jullie mijn wagens hebben? Daar komt niks van in. Dat is het enige wat me overgebleven is, nadat de rovers alles hebben meegenomen. Kazim, je kent me nou al zo lang. Wat ik beloof, dat doe ik ook. Kazim, we geven je als alles goed gaat voor elke wagen het dubbele van wat je nu verdient. Om een dagloon of om een weekloon? Van het geld wat je per maand verdient. Goed. Lopen, lief ezeltje. Zo ben je braaf. Loop zo hard als je kan. Heya! Heya! Kom, sneller! Zo, je denkt toch niet dat dat eerlijk toegaat? Waar komt al dat geld vandaan om ons te betalen? Dat zullen we spoedig weten. Thank you.
En in elke zak zit precies zoveel goud als in deze hier. Ik begrijp dat je geen woord meer kunt uitbrengen, Ara. Ik geloof het niet, ik geloof het niet, ik geloof het niet, ik geloof het niet. Geloof het maar, Ara. Draai je maar om. Kijk zelf, het is de waarheid. Maar wat gebeurt er als Ali Baba de eerste het met zijn rovers weer terugkomt halen? Hij is van harte welkom, maar deze keer staat er een val voor hem klaar. Weet je wat, Simbad? Ik zou graag willen weten hoeveel goudstukken daarin zitten. Je wilt ze toch zeker niet gaan tellen? Dat duurt dagen. Als we ze één voor één tellen, komen we nooit meer klaar. Ik weet wat we doen moeten. Ja! Wie staat nog zo laat? Ik ben het maar, Kazim. Ik kom je je beloning brengen. Dan wacht je toch op, of niet? Hé, hey, zeg eens. Dit is echt goud. Wat anders. En als je hem alle kisten geeft die je bezit, dan kan je nog veel meer krijgen. Nee, dank je. Dit is genoeg. Kazim, je wilt deze kleine aardige goudzoeker toch niet teleurstellen? Geef hem de kisten die hij wil. En laat voor de eerste keer zien dat ik een handige man getrouwd heb. Schiet op! Ja, goed. Zoals je wilt. Meestal is ze heel erg lief, maar als ze geld ruikt, dan kun je haar beter laten. Maar ik ruik ook geld. Dank je, Kazim. Je zult er geen spijt van hebben. Zo doe je dat. Eén. Moet dat nou echt? Dat kost allemaal kostbare tijd. Twee, wil niemand van jullie me even helpen? Grote hemel, waaraan ligt dat toch dat iedereen zijn verstand verliest als hij goud ziet? Vergeet niet, Allah, hij is best een aardige kerel. Sesam, open u! Help, Peter! Oh, mannen, kijk! Oh, ze zijn bestolen! Wie besteelt een rovers? Wat staan jullie daar? Kijk rond en zoek naar sporen. Doorzoek elke hoek. Dat gebeurt mij. Moet je kijken, waar lijkt dat op? Ze gaat de grot in. En de grot weer uit richting Bagdad. Kijk! Open, Kazim. Ik breng je de kisten terug. Je hebt ons erg geholpen. Veel dank. Het is jammer dat je niet meer had. Waar had je ze voor nodig midden in de nacht? Vaak is het beter als je niet alles weet. Hier de beloofde beloning. Huh? Ik hoop dat je hiermee tevreden bent, Kazim. Tot ziens. Natuurlijk ben ik tevreden. Er is iets bijzonders aan de hand. Zo, en nou spreken. Waar heb je ze verstopt? En probeer maar niets te verbergen. De wagensporen voeren naar dit huis. Snel naar buiten, ik moet je wat laten zien. Wat is er dan, Hassan? Vraag niks aan de deur, kom snel. Hier, het teken, dat hebben twee mannen gemaakt. Ik zal ze weglopen.
Aha. Oh, dat is Ali Baba de eerste geweest. Ze hebben ons sneller ontdekt dan ik dacht. De rovers. Hebben jullie domkoppen niet weer een fout gemaakt? Waarvoor ziet u ons aan? Dat is het huis. Of ik moet een ezel zijn. Kijk, hoofdman, dat is het teken. Nou herken ik het weer. Nee, hoofdman, dat is het huis. Dit is het teken dat we zelf aangebracht hebben. Ben je zeker? Natuurlijk. Hoofdman, hier staat er nog één. Ik begrijp het niet. Daar begrijp ik niks van. Ik kan het niet verklaren. Er was iemand slimmer dan wij. Ik wacht nog steeds. Wat is het goede huis? Het wordt nou toch wel eens tijd zo langzamerhand. Wat blijft er nou met zijn 40 rovers? Ja, ze moesten er nu al lang zijn. Het wordt al helemaal donker. Nou goed, als ze niet naar ons toe komen, dan zullen we naar hun toe gaan. Hé, hey, wat heeft dat nou te betekenen? Begrijp je dat? Nee. Overal zijn tekens. Suleika, wat doe je daar? Kun je mij ook zeggen waarom je in alle deuren dat teken gekrast hebt, Suleika? Omdat ik de rovers bedriegen wilde, dat leek mij een heel goed idee. Nu weten ze tenminste niet meer waar we te vinden zijn. Ik heb elke deur in de hele stad bekrast, maar ik was nog niet helemaal klaar. Maar wij wilden de rovers vangen, zodat Ali Baba niet onschuldig verdacht wordt. Je weet best dat ze denken dat hij de schat van de sultan heeft gestolen. Alles voor niks, de moeite met de grot en de schat en mijn vlucht uit de gevangenis. Als je nou niet voortmaakt en mij eindelijk het goede huis aanwijst, dan zal ik vandaag nog een andere roverchef zoeken. Ja, nou herken ik het weer. Dat is het huis dat we zoeken. Jezus, stop. Hier zijn we begonnen met zoeken. We lopen in een kringetje rond. Ja, dat kan de beste gebeuren. Dat mag niet gebeuren. Willen jullie mij belachelijk maken bij alle mensen? Dag, waarmee kan ik u dienen? Ik heb 40 kruiken nodig die zo groot zijn dat een volwassen man zich erin kan verstoppen. Meteen 40 kruiken? Is dit model geschikt voor uw doel? Dat lijkt me wel, maar we kunnen de zaak alleen beklinken als je me vertelt aan wie je die wagens hebt geleend. Welke wagens, edele heer? Ik weet helaas niet waarover u spreekt. En of je dat weet, dat zie ik aan je neus. Wat is dat, vriendje? Denk je dat ik zin heb om hier lang te wachten? Ik weet niets, heer. Niets. Heus. Mag ik een ogenblikje bij u uitrusten? Ik ben een koopman en al zeer lang onderweg. Men heeft mij gezegd dat hier ook een koopman woont die misschien graag zaken met mij wil doen. Een koopman is hier altijd welkom. Het is voor mij belangrijk te weten of ook mijn kamelen welkom zijn. We zijn al 2 maanden onderweg en ze zijn zeer vermoeid. Wij zullen wel voor uw kamelen zorgen. Komt u toch binnen? Dat was het heerlijkste diner dat ik sedert lang heb gehad. Met een voortreffelijk gastheer. Veel dank voor uw ontvangst. Dat verheugt ons. Het was geen moeite. Elke gast die veel te vertellen heeft, ontvangen we graag. Fijn. Nu weet ik tenminste hoe ik iets terug kan doen. Simbad. Geloof je werkelijk dat het een koopman is? Het is Ali Baba de eerste. Dat heb ik aan zijn gezicht al gezien. Ja, dat dacht ik ook al. Maar soms bestaan er zulke gelijkenissen. Deze kruiken waren geen 2 maanden onderweg. Nooit van zijn leven. Simbad, ik heb de kruiken geteld. En het zijn er precies 40. Echte 40 rovers. Dat kan vervelend worden.
Kom, hoofdman. Hé, hey, dat duurt nog even. Oh, goed. Zuleika, breng onze gast nog een kan rode wijn, wil je? Nog meer? Nee, dank u. Genoeg. Neem toch een klein slokje. Ach, waarom niet? Zo, wat is er met u? U ziet er zo bezorgd uit. Hebt u zorgen? Ja, ik moet eigenlijk buiten bij mijn kamelen en kruiken de wacht houden. Moet u de wacht houden? U gelooft toch zeker niet dat ze gestolen zullen worden? Maakt u zich daarover geen zorgen. Ali Baba is met zijn rovers hier al geweest. Die komt niet nog eens. Ik hoop van harte dat u gelijk hebt. Stil. Zachtjes. Ja, ja. Nou. Nou, de volgende. Dank je, Sheila. Ik ben ingeslapen. Dat kan alleen aan de wijn liggen die de oude man mij gegeven heeft. Kom er maar uit, geslapen. Hebben jullie mij niet gehoord? Eruit komen. Kom eruit of je krijgt een pak slaag. Ik heb je gezegd eruit te komen. Een van ons tweeën moet gek zijn. Kom eruit, ogenblikkelijk. Kom eruit. Hoe Allah staan me bij, helpen mezelf in toon houden. Maak die deur open en doe geen moeite hem te verstoppen. Ik weet dat hij bij jou is. De minister. Maak die deur open, Sembad. Dat mankeert er nog maar aan. Hé, hey, vooruit. Opstaan. In naam van het gezag dat de sultan is, ben je gearresteerd. Houd toch eens je mond. Waar heeft Ali Baba zich verstopt? Hij heeft zich niet verstopt. Voor zover ik weet is hij bezig om 40 rovers te vangen. Alle 40? Welkom. U komt precies op het juiste moment. Ik geloof dat we u iets kunnen laten zien wat u leuk vindt. Jij bent brutaal. Daar zitten ze in. In elke kruik zit één van de 40 rovers. Simba, Ali Baba de eerste is net over de muur geklommen. Ik zal hem krijgen. Kraan. Ik kom terug, Sinbad, en dan zal het je berouwen. Ik moet te veel weggedronken hebben. Wel, heeft u zich als sultan verkleed? U ziet er belachelijk uit. Als je zo doorgaat, krijg je 3 dagen niks te eten. Oh, is dat een echte sultan? Laat me los, ik wil hier weg, weg, help. Gooi ze in de gevangenis. Allah mogen u eeuwig voor uw weldaden belonen, sultan. Alles is terug. Ja! Jullie hebben me voor de 2e keer geholpen. Ja, dat weet ik. Maar ik hoop dat ik u nog veel vaker helpen kan. Weet je wat ik hoop, Sinbad? Ik hoop van ganser harte dat het nooit meer nodig zal zijn om van je hulp gebruik te maken. Ali, bedankt voor alles. Ach, lieve prinses, herinnert u zich werkelijk nog hoe ik heet?
Natuurlijk, ik zal je nooit vergeten. Nadat Sinbad, Sheila, Ali Baba en Ara het avontuur met de 40 rovers beëindigd hadden, verdeelden ze de rest van de schatten van de rovers onder de arme mensen van Bagdad. Alleen een vliegend tapijt hielden ze zelf. En dit vliegende tapijt deed hen in een nieuw avontuur belanden. Een nieuw avontuur met de tovenaar Din en zijn vliegende paard. Maar daarover de volgende keer meer.